Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij Minutecraft. Vandaag heb ik maar liefst 10 minuten de tijd om aan mijn atoombom te werken. 3, 2, 1, 0. Ik heb zo'n vermoeden dat we vandaag een heel eind gaan komen in de richting van het bouwen van onze atoombom, jongens. We hebben 10 minuten de tijd. Ik ga niet stressen, ik ga gewoon rustig stap voor stap kijken wat ik nodig heb om die atoombom te bouwen. Dat zijn heel veel verschillende stappen, maar ik denk dat we een heel eind gaan komen vandaag. Want, wat hebben we allemaal nodig om een atoombom in elkaar te knutselen? Allereerst hebben wij uranium nodig. Nou, dat heb ik. Dat hebben we als het goed is hier in deze kist liggen. Uranium, een beetje bij elkaar. Vooral uit de buurt blijven, want dat ontploft nogal snel. Verder hebben wij nodig koolpoeder. Daarvoor hebben wij nodig een macerator. Macerator. Even kijken, hoe bouwen we dat ook alweer? Een macerator bouwen we met flint, cobblestone, een machineblok en een electronic circuit. Moet te doen zijn, dacht ik zo. Maar voor electronic circuits heb je heel veel koperen kabels nodig. Ik kan 1 zo'n machine maken. Eentje. Dat is it. Dat is niet heel veel. Deze bomen zijn ook totaal nog niet gegroeid. Dus we gaan het maar gewoon proberen. Ik weet niet hoe ver we gekomen, maar misschien dat het wel gaat lukken vandaag. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben gewoon rustig. Ik ga niet open stressen. Ik heb wel zin om te stressen. Stressen, daar word je oud van. Echt wel. Koperen kabel. Dan hadden wij nodig een machineblok. Machineblok zijn gerefined iron ingots. Dus deze moet hierin. Deze mag even met mij. Waarom grind jij niet? Waarom doe jij het niet? Stom ding. Hoppakee. Furnace moet deze. Ik denk dat het vandaag gaat lukken, jongens. Als wij namelijk een machineblok hebben. En wij hebben een macerator. Dan kunnen wij de kool gaan grinden. Die kool wordt koolpoeder. Als wij die koolpoeder gaan combineren met uranium, dan krijgen we geen ontploffing. Koolpoeder met uranium, dat levert er geen ontploffing op. Ik heb totaal niet op zitten letten bescheikunde vroeger. Ik weet het niet, we gaan het gewoon uitvogelen. We zien het vanzelf. Ik ga in ieder geval eerst de macerator bouwen. Beter dan ijzer. Nou, dat denk ik ook. Een heel stuk beter dan ijzer. Waarom is refined iron ingot beter dan ijzer? Is ijzer niet goed genoeg? Ik zou me heel erg gediscrimineerd voelen als ik de ijzer was. Zo, dit is een machineblok. Dan hebben wij nodig redstone. Nee, geen robijnen. Geen robijnen? Heb je ooit robijnen in een computer gezien? Ik niet. Refined iron ingot. Waar we gaan maken? Een die. Vorm samen electronic circuit. Nu hebben wij nog nodig iets wat ik niet heb. Namelijk flint. Ik heb geen flint. Ik ben een chagrijnig. Ik heb geen flint. Ik moet flint hebben. Ik heb flint nodig. 1, 2. Ik ga gewoon de dure tour. Ik ga gewoon een diamond schep maken. I do not care anymore. I really do not care. Hebben we ergens flint? Nee, maar we hebben wel dit. En dat kan flint opleveren. Dus ik krijg maar 1. Waarom ook echt maar 1? Oh, hier is nog meer. Geef mij flint. Was dat 1 flint? Nee, dat was geen flint. Waarom krijg ik geen flint? Ik wil flint. Oh, pocket dirt. Geef mij een flint. Ik heb er 3 nodig. En dat vormt samen de boorkop van mijn macerator. En dan moet die gravel wel een beetje meewerken. Want ik heb 10 minuten. Ik denk ik doe het rustig aan, maar ah, dat was er 1. Ja. Ik zag er 1. 2 zelfs. Helemaal goed. Nog eentje. 3. Top. Helemaal goed. Niks meer aan doen. Terug naar huis. Terug naar kijken. Naar onze machine. Machine. Daar. Ja. Wij kunnen onze eerste machine fixen. Hij zal waarschijnlijk niks doen, want we hebben nog geen generator. Maar dat maakt niet uit. We hebben in ieder geval iets. Die cobblestone ernaast. En wat moest er ook weer onder? Electronic circuit daar. Oh, dat was hem al. Macerator. Top. 1 macerator voor de Vaco. Pok. Die doet het niet. Want hij heeft stroom nodig. Hij moet een generator hebben. Een generator is niet heel moeilijk. Maar ik moet het toch even opzoeken. Generator. Gewoon puur voor de zekerheid. Generator. Gewoon een normale standaard generator. Heel standaard. Hebben we een batterij voor nodig? Die kan ik maken. Een ijzeren furnace en meer refined iron. Zie je maar dat we heel veel refined iron nodig hebben? Oh, daar gaan we al. Koperen kabeltje. En die heb ik niet, want ik heb geen koper meer. Ga eens groeien, boom. Zou zeer gewaardeerd worden. Ik heb geen koper meer. Of geen rubber meer. Daar gaan we al. Ik moet gewoon rubber.
Stom spul, waarom groei jij niet? Nou ja, min 200. Wat gaan we doen? Gaan we op zoek naar nieuwe... We gaan nog op zoek naar nieuwe rubber. We moeten rubber hebben. Zonder rubber doen we het niet. Altijd een rubbertje bij je hebben. Altijd. Wait, what? Dat klonk heel vies. Was niet de bedoeling. Sorry, was niet de bedoeling. Nee, vacuumcamers blijven geen vriendelijk. Echt wel. We gaan gewoon terug naar de andere rubberbomen. Die andere rubberbomen waren hier aan de overkant. En als we die kunnen vinden, dan kunnen we misschien wel nieuwe rubber eruit trekken. En dan hebben we gewoon weer nieuwe rubber. Dan doen we niet altijd moeilijk. Wat is dit nou weer? Wat is dit? Moet ik helemaal omlopen? Ja, daar, dikke vinger, drie bier. Waar komt deze gigantische... Kipje, kijk uit! No! Waar komt deze gigantische canyon nou weer vandaan? Wat is dit voor onzin? Moet ik nou die hele wereld opnieuw gaan lopen laden? Dat kost mij tijd. Kostbare tijd. Daar heb ik niet veel van. Ik heb nog maar 4 minuten. Zo, hoppakee. Nou, welke kant gingen we op? Die kant komen we vandaan, die kant moeten we op. Doe eens eventjes niet laggen, AUB. Zou zeer gewaardeerd worden. Minecraft, doe eens niet laggen. Doe eens niet laggen! Minecraft besluit dat het leuk is om te gaan laggen. Nou, ik vind het wel gezegend. We hebben toch nog maar 4 minuten. Minecraft, doe eens even niet gewoon. Gewoon niet laggen. Gewoon Minecraft. Minecraft, werk nou mee! 7 quid. Het kost me tijd. Ik heb al niet zoveel tijd en dan gaat er ook nog eens nutteloze tijd besteden aan dit soort problemen. Hij blijft laggen. Hij blijft laggen. Nou, we zetten gewoon door. Ondanks de lag. Wat is dit nou in één keer? Hij lag nooit, man. Wat is dit nou voor... Tafels probleem. Man, een ellende. Kan ik misschien iets lager zetten? Alles staat er op zijn freaking laagst. Random distance 4. Kom op. Hij blijft gewoon laggen. Wat is dit nou in één keer? Tante Toos Minecraft. Wat is... Gelukkig hebben we dan maar 3 minuten. We zetten ons er gewoon doorheen. We gaan gewoon door met lag of dat we het nou leuk vinden of niet. Daar is water. Het is zo moeilijk spelen met die lag. Ik ga het fixen voor morgen hoor. Morgen is er geen lag meer. Maar deze keer is het gewoon irritant. En omdat ik mijn blokken render distance op laag heb gezet. Ik moet het trouwens naar hoger zetten. Ik zie gewoon echt totaal niet welke kant ik op ga. Video 6 en 7. Meer dan goed. Hop. Ja, ga gewoon nog meer leggen. Gewoon nog meer. Gewoon nog meer. Maakt helemaal niet uit, joh. Hoe lang hebben we nog? 2 minuten. We kunnen ook 2 minuten een verhaal gaan houden over een banaan. Dat is ook leuk. Zullen we dat doen? Laten we gewoon 2 minuten een verhaal houden over een banaan. Nou, kijk. Vroeger had ik een televisieprogramma op videoband. Echt zo'n oldschool ding. Dat heette Huisje, Bompje, Beestje. En daar gingen ze bananen groeien in de dierentuin van... Wat ook alweer? De dierentuin van... Burger Zoo, is dat diegene met die hele grote overkoepelde... Ja, toch? Hele grote overkoepelde jungle. Dat is toch een Burger Zoo? Nou, daar gingen ze bananen bakken. Alleen hadden ze Woes de Woelmuis. Een Woes de Woelmuis, dat was een zeer goede CGI rendering van een woelmuis. Dat was nou helemaal zo. Alleen dat was een zwaar sarcastisch kutbeest, dus die wilde geen bananen hebben. Dat was het verhaal. Ik hoopte dat ik dat 2 minuten vol kon houden, maar blijkbaar toch niet. Nou, ja, dit is ook niks. Dit is ook niks. Maar waarom ook in één keer? Je lekt normaal gesproken nooit Minecraft Tech It. En nu blijf je gewoon... Je kan toch wel 5 blokken vooruit renderen? Zo moeilijk is dat er niet. Kom op. Nou, dan gaan we gewoon aan de andere kant proberen te kijken of dat daar nog de rubberbomen staan. Als ze er niet staan, dan heb ik een probleem. Moet morgen door de lag weer terug. Maar morgen is er geen lag meer. Ik ga Minecraft zometeen heel streng toespreken dat er morgen geen lag meer is. Want als er morgen lag is, ja, dan hebben we een probleem. Ik denk dat het kwam door die gigantische canyon hoor, van de net. Dat Minecraft nou zoiets heeft van, jumme, ik weet niet meer hoe het allemaal werkt. Ik denk dat dat aan de hand is. Geen paniek. Minecraft heeft gewoon een beetje een off-dag, dat heb ik ook wel eens. Minecraft heeft ook weekend, hè. Dat mag best. Maar best eens een keertje weekend hebben, is helemaal geen probleem. Ga je nog wat leuks doen, dit weekend? Ik ga zo meteen de lag proberen te fixen. Dat is mijn weekend. Leuk, man. Super tof. Lag overal. Lag. Lag. Als je weet welke YouTuber dat is, heb je 2 bonuspunten verdiend. Waar is mijn... Waar zijn al die bomen gebleven? Auw! Ik zag niet eens dat er een afgrond zat. Kom op, dit is toch niet te doen? Dit is meer gamen tegen de lag dan... Kom op, kom op! Kan het! Je kan het, Minecraft, kom op! 2 blokjes renderen, je kan het! Zeker dat je kan. Hé, bloemetjes! Dat is geen rubber.
Bloemetjes zijn geen rubber. Echt niet. Nou ja. Waarschijnlijk was het aan de andere kant van dat, hè? Dan moeten we dus morgen proberen om over deze berg heen te komen. Zonder lek. Want ik ga deze Minecraft-versie repareren. Waarom er nou een lek is, ik heb geen flauw idee. Ik vind het allemaal gewoon puur om mij te pesten waarschijnlijk. Maar de tijd zit er toch op.